Hallo, welkom terug bij de tutorial over Visual Paradigm. We hebben al gezien hoe je een klassendiagram kan maken van de studentenadministratie met twee klassen, Student Admin en Student. De klasse Student Admin heeft de methode addStudent gekregen. En een uitwerking van deze methode hebben we gemaakt met een sequentiediagram. Nu gaan we een stapje verder. We gaan het klassendiagram uitbreiden met klassen en interfaces die we nodig hebben om remote method invocation aan te geven. En daarnaast zullen we ook een componentendiagram maken. Eerst gaan we ons klasdiagram op een iets andere manier ordenen. We zetten de studentenadministratie aan de linkerkant en de student aan de rechterkant. En we zullen afspreken dat de studentenadministratie het interface e-studentadmin gaat realiseren. Dat doen we als volgt. We gaan eerst het interface definiëren. Selecteren hier interface. Slepen het naar het canvas toe. En we geven hem een naam. De naam is e-student-admin. En we zullen afspreken dat interfaces over het algemeen met de naam en de hoofdletter i beginnen. Aan dit interface zullen we een methode toevoegen. En die methode die krijgt de naam getStudent. Terugkeerwaarde van deze methode is een instantie van de klasse Student. Kunnen we hier selecteren uit het klassendiagram. Nog een beetje naar beneden scrollen. Kiezen we hier Student. En hij heeft ook één parameter. Die kunnen we ook aangeven. Het parameter wat we mee zullen geven is in dit geval het studentennummer, student number van type integer. Kijk, hier hebben we het interface student administration. Nu moeten we nog aangeven dat de Student Administration het interface realiseert. Dat doen we door hier in plaats van Generalization, Realization te kiezen. En dan kunnen we de pijl van boven naar beneden tekenen. En we schrijven er voor de duidelijkheid Implements bij. We zien ook dat in het interface Student Administration is het mogelijk om een student op te vragen. En je krijgt dan een instantie van een student terug. Er zijn eigenlijk twee mogelijkheden. Ofwel je krijgt een referentie naar een remote object terug. Ofwel je krijgt een kopie van het originele object terug. In dit geval kiezen we ervoor dat er een kopie van het originele object wordt teruggestuurd. En om deze reden zullen we de klasse student serializable moeten maken. We voegen daarom een nieuw interface toe. Een interface met de naam Serializable. En we kunnen aangeven dat dit interface wordt gerealiseerd door de klasse Student. Nu kunnen we nog aangeven dat die studentadministratie eigenlijk een Unicast Remote Object is. En dat het bijbehorende interface dus ook remote moet zijn. Dus we hebben nu een nieuw interface met de naam remote. En we moeten aangeven dat die e-student-admin dat remote extends. Dus we kiezen weer generalization. We kunnen hier de pijl tekenen en we schrijven hier extends bij. Nu moeten we alleen nog aangeven dat de Student Administration een Unicast Remote Object is. Unicast Remote Object is een standaardklasse van Java. We maken een nieuwe klasse aan. En in die klasse krijgt de naam Unicast Remote Object. En nu kunnen we aangeven dat studentenadministratie Unicast Remote Object extends. Dus dat doen we weer met generalization. En hier schrijven we voor de duidelijkheid nog even extends bij. Dus we hebben nu een remote
interface, we hebben een unicast remote object en we hebben serializable. Eigenlijk hebben we dan alle mogelijkheden gezien voor remote method invocation. De volgende stap is nu om een componentendiagram te maken. In dat componentendiagram zullen we een client en een server laten zien en binnen die server zullen we zien dat we een instantie van de student administration hebben en verder zullen we zien dat de server het interface e-student admin levert. Nu, laten we maar eens een nieuw componentendiagram maken. We gaan weer naar UML. We kiezen componentendiagram helemaal links onderaan. En we kunnen nu een naam verzinnen voor het nieuwe componentendiagram. Laten we dit dan maar eens student admin component diagram noemen. Dit diagram krijgt twee componenten, namelijk een student admin client en een component student admin server. Het is van belang dat namen van componenten anders zijn dan de namen van klassen, dit om verwarring te voorkomen. We hadden afgesproken dat het interface waarmee de client kan praten met de server, dat dat de naam e-studentenadmin zou krijgen. Dus dit interface in feite. We moeten dus een interface toevoegen aan ons componentendiagram. Dit is het symbool voor een interface, dat is een rondje. En dat interface heeft dus de naam e-studentadmin. Nu kunnen we aangeven dat dit interface wordt gerealiseerd door de server. Dat gaat als volgt. En we kunnen aangeven dat het gebruikt wordt. Er staat hier usage door de client. Dat gaat dus zo. Ja, zoals je ziet, zie je de lollipop vanuit de server en je ziet het luisterende oortje vanuit de client. We hebben nu aangegeven dat de client behoefte heeft aan het interface e-student-admin en dat de server dit interface realiseert. We zien ook dat we hier een kleine letter S hebben geschreven, wat eigenlijk een hoofdletter zou moeten zijn. Dat kunnen we aanpassen en maken hier een hoofdletter S van. Wat we nu nog kunnen doen, is in de component van de student-admin-server aangeven dat daar een instantie van de klasse student-admin draait. Dat doen we als volgt. We gaan terug naar ons klassendiagram. We selecteren student-admin, drukken op de rechte muisknop en we kiezen copy. En vervolgens kiezen we copy to diagram. Dan kiezen we select an existing diagram en dan kiezen we hier de student admin component diagram waar die naartoe moet. Kiezen copy to. Nu zijn we al meteen terug in het componentendiagram. Nou, je ziet dat hier de methode en de constructor nog aangegeven worden. Die willen we eigenlijk niet zichtbaar hebben. Dat doen we als volgt. We gaan erop staan, kiezen rechter muisknop en dan vervolgens gaan we naar Presentation Options en vanuit Presentation Options gaan we naar Operations en vanuit Operations kiezen we Hide All. Nu zijn de operaties verdwenen. We kunnen ook nog de attributen laten verdwijnen en dat gaat op dezelfde manier. In dit geval waren er geen attributen, maar je zult zien dat dan zo meteen ook de streep gaat verdwijnen. We gaan opnieuw naar Presentation Options. We kiezen nu Attributes en we kiezen opnieuw Hide All. En nu houden we een gewoon simpel rechthoek over, dat we iets kleiner kunnen maken. Deze rechthoek willen we plaatsen in het component admin server. Hiertoe maken we het component wat groter en we kunnen het er gewoon inzetten. We kunnen nu ook het component van de client iets groter maken en het interface netjes in het midden zitten. Nu zijn we klaar. We hebben nu een eenvoudig componentendiagram gemaakt
waarin je kan zien dat een instantie van StudentAdmin draait op de component StudentAdminServer en waarin je ook kan zien dat het interface eStudentAdmin wordt aangeleverd door StudentAdminServer en gebruikt wordt door StudentAdminClient. En hier is ons klassendiagram waarin we ook weer kunnen zien dat het de klasse StudentAdmin is die de interface eStudentAdmin realiseert. Verder zien we dat het interface een remote interface is, dat eStudentAdmin een unicast remote object is en dat de klasse student serializable is, zodat gecommuniceerd kan worden van de server naar de client. Hiermee besluit ik deze tutorial en ik wens jullie veel succes, maar ook veel plezier bij het zelf maken van dit soort klassendiagrammen en componentendiagrammen.